is inmiddels dinsdag 17 maart. En we zitten aardig in de COVID-19. Wat dat ook is. Want als het een virus is, dan begint het ermee dat je een fatsoenlijke test hebt. En daarom volg ik Jon Rapaport, die over dit soort dingen schrijft in het Engels. Dus ik zal even naar het Nederlands overbrengen wat ik daarin lees. De test die ook bij het RIVM wordt aangegeven voor COVID-19, coronavirus, is een zogenaamde PCR. Polymerase Chain Reaction. Daar staat dat voor. Dat is uitgevonden door Kerry Mullis, die daar de Nobelprijs voor heeft gekregen. Dat is een briljante scheikundige in feite. En zijn verhalen zijn ook fantastisch. Een echte wetenschapper die dus ook buiten zijn vakgebied kijkt. Dat worden normale wetenschappers, die moeten beloven dat ze zich nooit met het vakgebied van een ander zullen bemoeien bij het afstuderen. En daarmee zijn ze in feite ook gewoon buiten spel gezet om andere velden te beoordelen. Waar ze vaak gewoon heel goed toe in staat zijn. Dat euvel heb ik niet, want ik ben afgestudeerd als ingenieur. Jotte. Dat PCR, dat wordt ook gebruikt bij DNA-onderzoek. Bij criminaliteit, dus bloedsporen, dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld bij de Marianne Vaatstra-zaak is gebruik gemaakt van DNA-tests. En daar kwam dan uit, geloof ik, dat ze voor 97% zeker wisten dat de boer die veroordeeld is, dat die het had gedaan. Dan dat roept de vraag op, hoe bereken je dan zoiets? Nou, het gaat heel lang duren als je van iemand zijn totale genetische code wilt ontrafelen. Er zijn soorten waarvoor ze dat doen, maar ze pikken er een stukje uit. Hoe dan ook, die boer die is veroordeeld op basis van, zeg maar. Nu bij dat COVID-19, dat coronavirus, je kunt zowel RNA als DNA hiermee testen. Hou me ten goede, het is niet echt mijn vakterrein, maar je kunt daarmee achterhalen welke versie van het coronavirus je in handen hebt. Maar stel het je even voor, want als je DNA-materiaal hebt van het virus, dan heb je aardig wat gepresteerd. Want je moet uit allerlei rotzooi, allerlei microben en pietjes, moet je dus alleen dus die corona eruit pikken. Dat valt niet mee. Want als jij een beetje van een ander DNA hebt en je stopt dat in zo'n PCR-procedure, dan heb je kans dat je dus van meerdere soorten de hele DNA-streepjescode hebt achterhaald. Maar dan zit het door elkaar, dus wat heb je dan? Dus zo'n test is moeilijk en duur. Van No Agenda Show, John C. Dvorak, die had achterhaald dat zo'n test op corona alleen daar al $3000 kost. Nou, dat gaan ze natuurlijk niet voor iedereen doen. En dat sluit ook weer aan op wat Jon Rapaport eerder heeft geschreven. Dat is dat bij die influenza-uitbraken, griepepidemieën, dat ze op een gegeven moment ook gewoon stoppen met echte tests doen. En ze kijken iemand naar iemand van, die heeft ook griep. Maar ja, daarvoor heeft de CDC dus de categorie griep of longontsteking. Ja, dus dan heb je nog niks. Goed, de verschijnselen die lijken op longontsteking, die hebben dus meerdere oorzaken. Dat kan luchtverontreiniging zijn, misschien 5G.
Maar er kunnen dus ook andere microben, of zoals we bij gistbrokades altijd zeiden, pietjes, kunnen dan ook veroorzaken. Dat hoeft niet per se het coronavirus te zijn. En voor die mensen waarvoor die test dan toch is doorlopen, in een laboratorium met al die moeite, waar dan coronavirus wordt vastgesteld, daarvoor is het ook niet zeker dat dan corona ook precies de veroorzaker is geweest. Maar het begint dus met de test. Zijn er al journalisten geweest die daarnaar vroegen, die zich lieten uitleggen, vertel eens, Jaap van Dissel, hoe zit dat nou precies met die test? Beschrijf dat nou eens. Of mogen wij erbij zijn? Nee. Als Jaap spreekt, dan zwijgen de rest. Dan zwijgt de rest. Nou goed. Want de vraag is of corona niet al gewoon alom aanwezig is. En dat als je zo'n testje doet, dat je dan gewoon de gewone huistuin- en keukencorona zit te meten. Want als je zo'n test doet, zo'n PCR-test, dan ga je dus niet die hele code af, maar je pikt er dus bepaalde stukjes van de code uit op basis van hoe stabiel ze zijn, hoe relevant ze zijn, enzovoort. Dus stel het je voor dat als je een foto maakt van iemands lichaam, dat je dan aan de hand van wat je hebt gefotografeerd kunt vaststellen wie het is. Nou, weet je, als je iemands, zeg eens het oppervlak van iemands dij pakt, ja, dat ziet er verdomd hetzelfde uit voor iedereen. Maar als je iemands oor pakt, dat is heel specifiek voor iemand. En sommige onderdelen van ons lichaam, die zijn zwaar gehavend, dus daar kun je ook niks mee. Nou, met DNA en RNA is het ongeveer hetzelfde. Zo begrijp ik. Maar zoek het vooral zelf uit. Goed, deze dinsdag, gisteravond, was onze grote leider op televisie. En gelukkig, dit land heeft, we hebben nog steeds de bewegingsvrijheid. Daar waar in andere landen echt de lockdown is doorgevoerd. En dat komt bijvoorbeeld voor politici als Macron natuurlijk als een zegen uit de hemel. Om zijn duivelse, om de rust weer terug te krijgen. Want hij zit voorlopig, hij zit al meer dan een jaar met die gele vestjes. Dus nou heeft hij, is voor de volksgezondheid en je kunt niet meer de straat op en nu eraf. Nou, dat komt mooi uit. In Italië ook zoiets. Dus die zingende mensen die vanaf het balkon met elkaar contact zoeken. Ik geloof in Spanje ook zoiets. Nou, Frankrijk dus. In Denemarken is een wet aangenomen voor verplichte vaccinatie. Er is nog geen vaccin. Maar ik zag op een Engelse site, ik dacht BBC, dat er al wel vrijwilligers zijn om een vaccin te testen. Ja, hoe spontaan is dit allemaal? Want eind 2019 was er bij de John Hopkins Instituut een Event 201 oefening, waarin ze dus in een kringetje met een mannetje of 12 gingen oefenen wat ze gingen doen in etappes wanneer er een uitbraak zou zijn. En ze kozen voor de gelegenheid van, ja, wat zullen we ervoor kiezen? We kiezen een coronavirus. Goh. Nou, dat is toevallig. Nou, en er zijn dus allerlei types bij betrokken geweest. Bij de No Agenda Show wordt ook die John Hopkins Instituut wordt ook gekoppeld aan de inlichtingendiensten, intelligence, spionage.
er is een luisteraar die dat ook bevestigd heeft. En luisteraars van de No Agenda Show, de producers, die zitten overal. Er zijn plekken, universiteiten idem dito, mediakanalen die echt heel erg gebruikt worden voor inlichtingendiensten. Nog in het verlengde van wat er in de jaren 70 uitkwam, de, hoe heet dat nou, Operation Mockingbird. Goed. Dus het bestuur handelt naar wat de experts zeggen. Waaronder dus deze Jaap van Dissel, die vlak voor de carnaval stelde van, joh, de carnaval is geen probleem. Want carnaval vier je in een kleine groep. Waar leeft die man dan? Kortom, er was, als er überhaupt al een virus is, hè, maar er werden dus geen maatregelen getroffen en laat het feest maar doorlopen. En nu is Brabant is, was als eerste de Sjaak. Nou, inmiddels zijn we dus wat verder en ook in de rest van het land is het anderhalve meter afstand houden. Liefst betalen met pinpas. Alsof de boodschappenwagentjes en de mandjes en alle voedingswaren en het pinautomaat, alsof dat niet besmet kan worden. Dan wil ik ook zien dat ze met alcohol aan de gang gaan. Nou, bij normale supermarkten doen ze nog normaal. Ik ben naar de Boni geweest en naar de Aldi en eerder bij de Lidl deden ze ook gewoon normaal. Maar bij Ecoplaza schoten ze weer in de stress. Nee, we kunnen helaas geen contant geld aannemen. Dus ik heb die boodschappen daar gelaten. En er is helaas in Utrecht niet veel te kiezen. Want die andere winkel die heet dan Odin. En daar moet je dan lid van worden. Nee, hoeft niet per se. Nee, dan betaal je ook gewoon meer. Dus, leuk is dat, hè? Even nog terug naar die Tweede Kamerleden. Een aantal weken terug was er zo'n commissie met wat professoren, waaronder dus die Jaap van Dissel. En dan hoor je wat voor types, wat voor commissieleden ons in dit bange uur moeten vertegenwoordigen. Want het zijn volksvertegenwoordigers. Nou, dan hoop je dat het deskundigen zijn. Maar ja, het is een vrij specialistisch terrein. Nou, oké, dan misschien dan toch mensen met een beetje een medische of een wetenschappelijke achtergrond. Al zijn het maar verpleegkundigen. Dat zijn hele deskundige mensen op dit terrein. Die kunnen dit op zijn minst volgen. Maar goed, dus twee vragen herinner ik me. De eerste was van, goh, meneer van RIVM, waarom staat die naam daar schuin geschreven? Nou, weet je, als je een keer op Wikipedia bent geweest of een keer een winkeler Prins hebt over opengeslagen, dan staan alle soortnamen schuin geschreven. Dat is het gebruik in de biologie. Dat weet je al niet. En een ander commissielid, wat op een gegeven moment vertelde een van die experts dan van, ja, en dan een ander jaar kunnen we dus weer een nieuw coronavirus verwachten. Waarop er een ander commissielid verschrikt reageerde van, komt er dan een nieuw coronavirus? Waar heb jij gezeten dan? Onder welke steen ben jij vandaan gekropen? Dat je niet weet dat ieder jaar weer het influenzavirus zo'n 100, 150 nieuwe varianten krijgt, waarvan ze er dan twee uitpikken en daar wordt de griepprik op gebaseerd. En met de mededeling van, ja, als het dan toch een van die andere 148 mogelijke varianten is, dan helpt het toch een beetje. Dat had je kunnen weten als commissielid. Dus zo'n domme vraag hoef je dan ook niet te stellen. Goed. Volg vooral ook Jensen. Die zegt verstandige dingen. En
verstandiger dan een hoop andere media. Ik volg ze lang niet allemaal. Mijn televisieaansluiting is afgesloten. Dus ik kan hoogstens uitzending gemist kijken. Kwaliteitskranten hebben we in dit land niet. Of het moet de andere krant zijn. Dan volg ik nog geen stijl. Maar die heeft zich de afgelopen weken behoorlijk hysterisch opgesteld. En dan hoop je dan nog dat van de voor democratie en weet je, PVV, daar was ik toch al op afgehaakt. Zie mij een van mijn eerste filmpjes over Geert Wilders in de serie Hendrik Lost Op. FVD vraagt nu ook om hardere maatregelen. Ik dacht dat zij zich wilden opstellen tegenover de macht. En waar ze nu om vragen is verdere inperking van vrijheden en meer macht naar de macht. Waar zit het verstand van Thierry Baudet? Op dit moment zie ik het niet. En ik was al geen grote fan. Maar dit doet echt de deur nog verder dicht. Ik bedoel, hier gaat het zegel er nog op. En ja, Geert Wilders, net zo makkelijk. Dit speelt dus het globalisme in de hand. Want zoals Jensen terecht opmerkt, hiermee zijn alle thema's verder van tafel. Frankrijk had Macron het nodig om die gele hesjes en die boerenprotesten, om die de kop in te drukken. Ik weet niet eens of dat lukt. Hier in Nederland hadden we de discussie over stikstof. De toeslagenaffaire. Nog een toeslagenaffaire. Daar liep van alles. Maar dat ligt nu gewoon plat. Dat ligt nu gewoon even alles op corona. Ik weet niet of u dit nog mee heeft gekregen, maar in Brussel zijn ze ook nog gewoon verder. Het meisje uit Zweden is langs geweest. En Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, die hebben nu een nieuwe wet er doorheen gejast. We hadden in Nederland al de klimaatwet. Maar er komt nu ook vanuit de EU de Green Deal. Maak je borst maar nat. Er wordt ons weer niks gevraagd. En God weet wat het te betekenen is. Te betekenen heeft. Zoals dat in de EU werkt. Er is dus een ministerraad. Dus dan heb je dus een afgevaardiging van ieder land wat daarheen gaat. Die gaan er met z'n allen bekokstoven wat ze willen hebben. En hoe dat dan moet. Dan wordt het uiteindelijk dus als wet aangenomen. En dan komt het vervolgens als een boemerang weer terug naar Den Haag. En dan kunnen ze zeggen in Den Haag, het moet van Brussel. Nou, zo'n zure vrucht zal de Green Deal dan ook wel wezen. Nog een verdere consolidatie van de macht. Waar je als burger dan maar weer mee je naar hebt te schikken. Zorg gewoon dat je alles in huis hebt. Dat wc-papier, zal ik daar nog een grap over maken of zo? Ja, weet je, de grootste scheiterts zijn te herkennen aan hun kwantiteit wc-papier. Sterkte.